Mevrouw, ik ben Timo Schmid. Ik kom net van de telefoon af met de gemeente. Ik heb bij de gemeente meerdere meldingen ook gemaakt van het misbruik en mishandeling van mij. Daar ben ik slachtoffer van. Geweld in de zorg. Niemand doet wat. Ik hoor bij de gemeente, ik heb net het gesprek opgenomen op audio voor mijn eigen veiligheid. En dan zeggen ze van, ik word mishandeld door hulpverleners. Dan zeggen ze, ja, ga niet de hulpverleners toe. Ik zeg, nou, dat werkt allemaal niet. Vertel ik ook over mijn huisarts die met die hulpverleners heb samengezworen. Want in 2019 ernstig geweld op mij gericht. Levensdelict, ben ik slachtoffer van, door een hulpverlener. En ja, ze weigeren een melding te maken, zijn ze toe verplicht. Dat heet de prisma-analyse bij geweld in de zorg. Er zijn protocollen voor, hè? Dus dan volgens de regels. Dan moet de dokter nou ook van de hoogte opgesteld worden en de verzekeraar. En ik ben hier zo vaak aangevallen. Het enige wanneer ik zoveel geweld heb gehad was in mijn jeugd. Want ik kom van de kabbalisten, van de vrijmetselaars. Daar ben ik vanaf mijn vierde levensjaar krankzinnig gemarteld. En mijn moeder wou me doodmaken met morfine en met rattengif. En met ziek, homeopathie met ziek maken, omgekeerd, met hekserij. Nou, dat heb ik allemaal een beetje gehad. Maar ik heb hier hetzelfde geweld wat ik thuis had. En dan ben ik nu 50 jaar oud. En thuis ging ik om mijn 14 al weg. En niemand doet wat. En ik bel net voor een maatschappij. Ik zeg, ik moet maatschappelijk werken. Want ze weigeren ook alle telefoontjes te ondersteunen. Dat moeten ze doen op een zorglocatie. Ik ben tevens een ex-junk, mevrouw. Ik ben een ex-junk, ex-TBS en geweldsdelicten. Vermogensdelicten, geweldsdelicten, afpersing, intimidatie. Mishandeling. Maar u werkt in de zorg? Nee, niet. Ik ben slachtoffer. Oh, oké. Ik dacht dat u dat zei. Nee, ik zou hier moeten werken. Want dan zou 80% van het personeel ontslagen worden. Dan zouden meerdere van die mensen platgespoten worden die hier als bewoners zijn. Er zou hier niet constant gestolen fietsen op het terrein zijn. Er zouden niet elke keer de ramen eruit gaan. Hè, want mensen laten helemaal gefrustreerd rondlopen. Dan zouden goede diagnoses plaatsvinden. Hè, zo goed als het kan. He, en er zou niet hier tonnen aan geld en manuren en personeel en miljoenen doorheen gedraaid worden. Terwijl ik melding na melding na melding maak van dat ik zelf word mishandeld. En door de bewoners en door het personeel, geestelijk en lichamelijk. Ja. Dus ik ben slachtoffer van ook dodelijk geweld in de zorg. Ik ben hier in 2019 ben ik het hele kantoor doorgegooid door Joep Johan Kra. En dat is ook iemand die me bijstand van uw collega's, twee politieagenten. In 2017 had u me ook mishandeld. Nee, dat was een hulpverlener, maar dat is geen hulpverlener, dat is gewoon... Wat kan ik nu voor u doen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik zit te denken aan politiek asiel. Of er moet eens een keertje een patrouillewagen bij me langskomen. En dan moet ik eens een keertje gaan praten met wat agenten, maar niet met zomeragenten. Maar wel een beetje hoger rang graag, dank u wel. He, een hulpofficier van justitie of zo. Want als u op YouTube kijkt, mevrouw agent. Als u op YouTube kijkt, dan ziet u hoe mijn mensenrechten worden geschonden. Ook door een aantal van uw collega's. Maar ik hou van mijn land. En dit is ook een statement. Ik hou van mijn land. Ik zou nooit radicaliseren. De reden waarom ik in het land ben is heel speciaal. En ik hoop dat u mij de gelegenheid gunt om dat even te vertellen. Ja? En dat is een stukje geschiedenis. Dat is voor iedereen een keiharde les. Want mevrouw, ik kom uit Cali, Colombia. Ik ben 50 jaar oud. Ik ben van 1974. En er waren Nederlanders. Ja. U zegt dat u mishandeld bent en dat u met de politie wil praten, zou ik u zeggen. Ja. Ik heb namens nog... Zit u gesloten waar u nu zit? Nee, dat is gewoon open. Mevrouw, dat is gewoon open. Ik ben op geen enkele wijze verbonden aan dit systeem, behalve dat ik hier woon. Okay. En een woning was beloofd in 2019. In plaats van dat die woning geregeld werd, de mensen die het moest regelen, die hebben me zwaar mishandeld en zijn me gaan misbruiken. Stelselmatig. Heeft u wel eens een gesprek aangegaan op het politiebureau? Zo, nou dan word ik weggestuurd toen ik aangifte dat we doen tegen een van de begeleiders. Ja, er zijn een hele hoop agenten die staan onder opdracht, mevrouw. Dat is niet leuk om te zeggen, maar die staan onder opdracht als ze het scherm opentrekken. Dan hebben ze een paar codes staan, dan hebben ze een script staan en dan moeten ze afwimpelen, gaslighten, word salad, gekke toneelstukjes. Ja, dit al 10 jaar lang, mevrouw. Al 10 jaar lang. Dus nogmaals, ik heb het even... Wat kan ik u voor u doen, denk? Nou, even dit aanhoren en dan straks een mutatie maken als u dat wilt. Nou ja, ik schrijf sowieso op dat u gebeld heeft. Ja, maar het is belangrijk. Kijk, ik ben geen mevrouw, ik ben geen karakter in rood. Maar voor context moet ik u een zeer complexe zaak uitleggen... die eigenlijk ook wel heel makkelijk is om te doen begrijpen. Maar de complexiteit zit hem in dat alle facetten van zorg... dus alles wat democratisch bepaald is om mij zorg te geven... kijk, ik ben een weeskind, dus mijn eerste contacten... omdat ik geen familie, vrienden en als christen heb ik ook geen vrouw... Hè, dus geen seks voor het huwelijk, ik ben herboren christen... dus ik heb geen mensen om me heen, behalve een kat... zijn mijn eerste contactpunten in de maatschappij de huisarts en de politie. Dus als er wat mis is met mijn veiligheid, als er wat mis is met mijn gezondheid. Als die het laten afweten, sta ik nergens. Als daarna nog eens een keertje de hulpverleners en de huisartsen tegen me samenspannen...
En de dodelijk geweld op mij is losgelaten. 2019, mevrouw, nogmaals ben ik hier het hele kantoor gegooid bloedend. Ik ben het daar een beetje bij beetje aan het verwerken, maar het is nu 5 jaar anniversary. Dat is nou net, ik ben net 50 geworden, het is 5 jaar terug. Op YouTube staan er allemaal gesprekken, ook met politieagenten, met de verzekeraar, met de gemeente. Allerlei meldingen ook, want ik maak constant ook meldingen van strafbare feiten die gepleegd worden door bewoners, maar ook door de medewerkers. Medewerkers die het niet meer aan elkaar kunnen puzzelen, die zwaar op de drugs hier zitten, die bewijsmateriaal laten verdwijnen, die aan de lopende band gestolen fietsen toestaan, die een kruisboog zijn kwijtgeraakt. En ik ben niet zo blij met een kruisboog op dit terrein in handen van verslaafden met geestelijke stoornissen en ongeremd gedrag. Zelfs daarop wordt niet gereageerd. Ja, ik kreeg een pandverbod van het stadhuis. Ik was bij het kleine stadhuis veiligheidshuis geweest in Utrecht. Ik kreeg een pandverbod omdat ik ging melden. Ik zeg, ik wil mijn mensenrechten terug. Ik wil mijn beloofde huis door Karel van Duivenboden. Voorheen manager veiligheidshuis. Nu zorg, regio veiligheidshuizen. Hè? Dat was de eerste regio veiligheidshuis in Utrecht. De veiligheidsdriehoek. Dus ja, mensenrechten schendingen. Ik bel de gemeente. Ik zeg, nou, doe mijn maatschappelijk werk die mijn gesprekken gaat ondersteunen. Want ik moet allemaal dingen regelen. Ja, niet zeggen ze, ja, ga maar naar de hulpverleners die je mishandelen, geestelijk en lichamelijk. En er lopen 7 aangiftes tegen listen, mevrouw Gent. Was ik tot zover duidelijk over de situatie? Ja, nou ja, weet je, ik ga er een notitie van maken, ja, dat u erover belt. Ja, ik bel regelmatig, maar kijk, binnenkort, en ik heb ze nog de kans gegeven, en dit is ook voor mijn eigen veiligheid, ik moet het opnemen. Als ze me dood vinden, ben ik vermoord, hè? Staat ook op het internet. Toen hadden ze net mijn neus gebroken. Een COVID-19-tijd komt er eentje op afrennen. Die breekt eerst 1,5 meter, toen mijn neus. En toen ben ik bijna het terrein afgeslagen. Niet naar de huisarts, helemaal niks. Mijn tante wordt buiten, wordt hij uitgeslagen. Ik zeg, het was een politie-informant, maar dat wil ik in het midden laten. Die politieagent komt langs, die stuurt me weg. Ik ga naar huis, komt de begeleiding hier. Ja, je mag de ambulance niet bellen. Alles onder het bloed, mijn tante eruit. Hè. Die was jaar daarvoor, was die losgeslagen, die wortel. Jaar daarna met COVID-lockdown, ja. In 2023 ben ik hier door mijn buurman aangevallen. Die heeft me zo hard op mijn slaap geslagen. Ik ga zo direct het filmpje weer op YouTube uploaden. Even weer een nieuw YouTube filmpje. En op Facebook. Ik was bijna dood. Die duwt me gewoon om terwijl ik op mijn knie zat om iets op te pakken. Die duwt me om begin met 2 handen begin met te slaan. He, bovenop me. Die sprong bovenop. Dus ik kon gekant op. Lag plat op de grond. Dus ja, als jullie een dode Colombiaan willen hebben in Nederland. Door witte hulpverleners. En het witte systeem. En nu met de zo. We hebben net een kabinet is geformeerd. Nou, gelukkig geen Wilders, maar een andere joker. En daar moet onze burgemeester straks vertrekken. Ja, want dit valt onder de burgemeester. En Jan van Zijl. Ja. Ik ga niet zeggen. Ja, heel graag. Ik moet echt weer verder naar de volgende. Ja, maar u moet wel mijn gegevens hebben, hè, toch? Ik, meneer Smit. Ja, nou, dat is niet genoeg. Aan de hand van die telefoonnummer waarin hij belt, kan ik al gegeven. Nee, ik wil graag even dat u mutatie opmaakt. Nee, mevrouw, dat u de mutatie opmaakt en dat we even verifiëren dat ik meneer Smit ben. Ik zou ook niet meneer Smit niet kunnen zijn. Ja, maar dat heeft u al aan het begin gezegd. Nee, ja, maar dit wordt ook opgenomen voor mijn eigen veiligheid. Dus dat gaat zo direct ook. Dit is ook niet volgens procedure en protocol. Hè? We gaan het even volgens procedure en protocol doen. Ik ben Timo John Smit. T-I-M-O, J-O-A-N, S-C-H-M-I-D-T. 2004-1974. 1974. Ik heb u gegeven. Op locatie, nee nog niet, ik heb nog niet mijn postcode. Op locatie 3524SE. Huisnummer 55 Anton. Ja, toevoeging aan. Ja. Dank u wel. Ik heb al u gegeven, dit was al zijn. Ja. Mag u dienstnummer mevrouw voor mijn administratie? 18723. Dank u wel mevrouw Gent. En laat knoop daarbij ook alsjeblieft bij uw collega's ook in de oren. Ik ga zo direct ook IVD bellen. Ik hou van mijn land. Ik ben niet van politiek, niet van links, niet van rechts. Ik weet hoe gevaarlijk die wappie en flappies zijn. Ja, die complotgekken. Ja, die wappie flappies. En ik weet ook hoe die anderen aan de linkerkant zijn. Ik doe niet aan politiek. Ik doe niet aan kleur. Ik zie geen kleur. Ik zie ook geen religie. Ik ben een christen, maar we oordelen niet over welke religie dan ook. U snapt dat, hè? U snapt dat. Want ik bel zo direct ook de AIVD. Want ik ga binnenkort politiek asiel aanvragen. Binnenkort ga ik politiek asiel maar aanvragen, want niemand doet wat voor me. Dus als ik politiek asiel aanvraag. Ik heb geen sterkte, meneer. Ik heb geen sterkte nodig. Deze zondag. Dank u wel, gezegend, mevrouw. Het is een goede, prettige dienst. En we houden van jullie allemaal. Maar hier krijgen de Colombianen ook nog van te horen. Consulaat en ambassade krijgen ook de mails. En ze kunnen wachten. Ik wens u een fijne avond. Ik u ook, mevrouw. Dank u wel, gezegend, agent. Dank u wel. Ja.